Ik vond het mooi om te zien dat allerlei overheidsorganisaties en niet alleen beleid, maar ook uitvoerend bijeen zijn gekomen om niet alleen maar over lifecycle management te praten, maar ook over de e-strategie. En je merkt dat zulke sessies zijn echt nodig om mensen echt los te maken en om überhaupt in discussie met elkaar te gaan. Want dat zie je niet elke dag gebeuren, want ja, men is meer bezig in hun eigen wereldje, in hun eigen omgeving hun werk uit te voeren, in plaats van met in contact te gaan met andere organisaties die ook iets op deze onderwerpen hebben te zeggen. Zelf zie ik de e-strategie als een strategie. Wat willen we, aan welke thema's willen we werken de komende jaren vanuit een CIO-office? Alle departementen. En dat zijn dus verschillende thema's. Het lifecycle management zie ik als een instrument wat we nodig hebben om stappen te maken. Dan wel voor het verbeteren van je inzicht op je systemen. Dan wel voor je cybersecurity. Of eenvoudigweg voor het inzichtelijk krijgen van de kosten. Vanuit de e-strategie worden bepaalde beleidsbeslissingen genomen en die moeten door de ministeries uitgevoerd worden. Het is aan ons om daar een invulling aan te geven. En als het gaat specifiek om LCM en procesbeschrijvingen en alles wat er omheen hangt, proberen wij via MAVIM die koppelingen te maken, zodat je niet alleen een eenmalige vastlegging hebt en een document wat ergens in een la verdwijnt, maar dat je een systeem en een platform creëert waarmee iedereen vanuit zijn eigen aandachtsgebied daar actief mee aan de gang blijft. MAVIM kan natuurlijk zorgen om alles te borgen. Als je niet op een solide platform gaat beheren, dan krijg je toch weer spreadsheets hier en daar of een applicatie hier, een applicatie daar. Ja, MAVIM helpt om uitwisseling te doen, om rapportages te maken, om het op een consistente manier te gaan beheren.